Ja, alles moet weer doen. Oké, we gaan weer verder met Galaten. Galaten 1. We hebben vorige keer, degene die dat ook volgen, die niet bij ons zondag zijn, maar ook via internet, weten we dat we in Galaten 1 vers 15 gebleven zijn. En over dat Paulus werd van zijn moederslijf aan afgezonderd. En geroepen door zijn genade. Galaten 1 vers 15. Maar wanneer het God behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door zijn genade. Hij is op één moment is hij afgezonderd en tegelijkertijd geroepen. We weten, hij zat in dat afvallige religieus systeem van zijn moeder, Israël. En dan zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degenen die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië en keerde weder naar Damascus. Daarna kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef bij hem 15 dagen. En ik zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. Hetgeen nu ik u schrijf, zie, ik getuig voor God dat ik niet lieg. Laten we eerst in gebed openen. Vader, dank u wel dat we hier ook weer naar uw woord kunnen luisteren. En ik bid ook, Vader, dat de Galatenbrief is ook een belangrijke brief. Is ook aan ons geschreven, aan de leden van het lichaam van Christus, Vader. Want de verleidingen of de leringen, die zijn er. En wij kunnen nu, doordat u dat via de apostel Paulus deze weerlegging heeft op laten schrijven, dat we daardoor geleerd mogen worden, zodat we dat ons ook eigen kunnen maken en ook voor deze waarheid kunnen blijven staan. En dat vraag ik en dank ik voor ons allemaal in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Ja, het staat in vers 15, wanneer het God behaagd heeft. Ja, maar wat behaagde hem? Vorige keer zei ik al, er staat eigenlijk een komma en dan staat er dan dat hij van zijn moeders lijf aangeroepen werd. Dat verklaart even wat er gebeurd is. Dat was het behagen van God om zijn zoon Christus in mij te openbaren, in Paulus. Dus het is niet alleen aan Paulus geopenbaard, maar vooral gaat er ook om dat Christus in Paulus geopenbaard wordt. Dat is belangrijk. In mij te openbaren. En het heeft God behaagd. Ja? En hoezo heeft het God behaagd? Dat hij Paulus ook nog een keertje ging roepen. Ja? Hij heeft ook de apostelen geroepen. Ja? Hij riep ze bij. Hij riep ze naar zich toe. En lees je Matthäus 10. En die noemde hij ook apostelen. Het zijn de 12. Dat weten we. Dus waarom heeft het dan God behaagd om ook nog eens een keertje Paulus te roepen? Nou, en dit hoofdstuk, dat gaat allemaal over dat Paulus zijn apostelschap bewijst aan hun. Hij zegt, er is maar 1 apostel van de heidenen van jullie en dat ben ik. Dus hij gaat allemaal bewijsvoeringen aanvoeren. Hij gaat allemaal dingen erbij halen om het te laten zien dat het zo is. En daarom eindigt hij ook in vers 20. Zie, hetgeen ik nu ik u schrijf, ik getuig voor God dat ik niet lieg. Dan had hij dus een eed erbij. Om te laten zien, ik zeg niet zomaar wat, ik lieg niet. Het is de waarheid. Schijnbaar is dat nodig, ja? Nou, het heeft God behaagd. Kijk in Efeze 1 vers 9 even. Het welbehagen van God. Wat heeft God nou behaagd? Nou, ik had net met Bert even daarover. Je kan soms een woordje intypen in de Bijbel en dan rrrt, dan komt het allemaal en dan kan je het allemaal uitzoeken. En toch werkt dat niet altijd, want soms staat niet het woord alleen daar en dan, soms staat het ook zonder dat woord. Ja? En dan moet je het uit een context opmaken. Maar hier, als je hier leest, in vers 9, Efeze 1 vers 9, daar staat ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. Naar zijn welbehagen. God heeft een welbehagen dat hij de verborgenheid van zijn wil aan ons geopenbaard heeft. En dat staat in de Bijbel, hè?
Het is al 2000 jaar gewoon bekend. Het staat in die Bijbel. Want het lichaam van Christus heeft vanaf het moment dat Paulus er was... en dat hij eenmaal ook stierf... hebben zij gewoon de hele Bijbel gehad. Hoor. Het is niet pas 100 of 200 jaar daarna. Dat is allemaal toen de tijd gekopieerd, samengesteld... en het werd allemaal verspreid. Zo ging dat. Dus het is bekend gemaakt. Voor veel mensen is het helaas niet bekend, maar het staat hier... het is de verborgenheid van zijn wil. Hij had een wil, die was al bekend. Ja, dat was bij Israël. Maar de verborgenheid van zijn wil heeft hij aan wie? Aan ons bekend gemaakt. Leden van het lichaam van Christus. En hoeveel leden van het lichaam van Christus weten deze verborgenheid? Maar daar had God een welbehagen. Zie je dat hij het een behagen heeft dat wij dat weten? Dat wij dat weten. Dat moeten we dus ook weten. Lezen. Het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Niemand wist het. Hij had het in zichzelf voorgenomen. En wij zitten in een unieke situatie dat God heeft zijn wil aan ons geopenbaard. Wij mogen het weten. Het is gewoon geweldig. Je kijkt zo in het hart van God. Hij heeft het niet voor ons verborgen meer gehouden. Dat was toen nodig, want anders had Satan Christus niet gekruisigd. Ja? En nu aan Paulus. Kijk, en wat was het dan? Om in de bedeling van de volheid der tijden... wederom alles tot één te vergaderen in Christus. Beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. En dat heeft hij nu geopenbaard. Wij, door het woord waar het recht te snijden... weten wij wat nu het welbehagen van God is. Dat hij dat ons heeft geopenbaard, dat wij zijn plan kennen. Hij heeft niet alleen een plan op de aarde om alles in Christus te brengen, dat weten we. Dat is als Christus gaat regeren op deze wereld, in Jeruzalem. Maar ook in de hemel. En dat moeten wij weten, want wij gaan daar namelijk regeren. Zoals Israël moest weten, en dat weten ze ook over het koninkrijk en de beloftes, de hoop, de verbonden. En dat het koninkrijk eenmaal gaat komen, dat is hun hoop. En dan weten... de Joden ook alles van, de orthodoxe Joden, die bestuderen het woord, staat erin. Zo is voor ons, moeten wij alles weten over het koninkrijk wat in de hemel is. En dan moeten we bij de apostel Paulus zijn. Dus God heeft het geopenbaard, hij heeft het nu bekendgemaakt en iedereen kan het weten. Nou, plan, ik zou het zo willen zeggen. Je hebt hier eigenlijk twee plannen staan. Je hebt plan A en plan B staan. Plan A is dat wat op de aarde is en plan B is wat... in de hemel is. Om misschien andersom. Plan A, wat in de hemel is. Want hij heeft voor de grondlegging de wereld al... ja, heeft hij dat plan gemaakt. Maar goed, kijk even mee naar Hebreeën. Ja? Dat plan A, zeg maar. Dat wat op de aarde is. Dat had hij een welbehagen om dat bekend te maken aan ons. Wij weten het nu. Nou, het profetische gedeelte van dat plan. Ja, kijk in Hebreeën 10. Zeg ik het goed? Hebreeën 10 vers 3, ja. Hebreeën 10 vers 3. Maar, dat gaat over de offerdienst. Ja, en die werd natuurlijk elke keer weer gehouden. En dat zie je in vers 3 ook staan. Nu geschiet in dezelfde, alle jaar weder gedachtenis der zonde. Elk jaar, als natuurlijk de offers gedaan worden, ook met de grote verzoendag. Kijk, wij hebben natuurlijk eenmaal een offer, want Christus heeft alle zonden gedragen. Dus we gaan niet elke keer opnieuw vergeving vragen, niet... Nee, want de kist hoeft niet elke keer opnieuw voor jou te sterven. Het is eenmaal gebeurd, klaar. Maar met de offers was dat elk jaar opnieuw. Dus elke keer werd je toch weer aan herinnerd dat je een zondaar bent. Als het eenmaal klaar, als het eenmaal goed zou zijn, dan zou het niet elke keer opnieuw moeten. Maar kijk, het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom komen in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild... maar gij hebt mij het lichaam toebereid. God, kijk, hij heeft wel slachtoffers en offeranden gegeven... maar dat heeft hij gegeven om onder het systeem van de wet... toch de uitkomst van de mens te geven... dat hij vergeving van zonde kon krijgen. De wet die overtuigde, die zorgde dat je die kon. Kijk naar David, hij zegt tegen u heb ik gezondigd. En dan zie je ook de blijdschap die David heeft daarna... want dan gaat hij God loven en prijzen... omdat hij weet, met de offers, ik ben weer vergeven... Dan had hij toch die blijdschap. Alleen, het was tijdelijk. Want daarna kwam het weer. Zo ging dat maar constant heen en weer. Ja? Dus God gaf daarom die brandoffers en die offers. Is die daarom zo blij met die brandoffers en offers? Nee, op zich niet natuurlijk. Het was een vervanging voor het ware lam wat komen ging. Hij had welbehagen in, een liefelijke reuk, omdat hij wist met David, dan was het in geloof gebracht. Niet die fariseeërs die dat brachten. Die zeiden, ik ben zo geweldig en ik doe de werk. Die zochten het alleen in de werken, maar hun hart was niet gebroken. Dus dat offer had hij absoluut geen welbehagen. Maar
Dan ziet hier, Christus, gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Zie je, terwijl hij ze toch voorgeschreven had. Maar het was om hun een uitkomst te geven dat ze toch de relatie konden onderhouden met God. Ja? Als die offers niet hadden, dan ja. Nou, dan lag je, dan weet je zeker, ik ga naar de hel. Ik word geoordeeld, ik word gestraft, ik word vervloekt. Maar door het geloof die offers te doen, wist je, oké, ik heb weer vergeving. Maar die, kijk, toen sprak ik, en dat is Christus, zie, ik kom in het begin des boeks, is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Nou, misschien een beetje een moeilijke tekst, maar je moet het eigenlijk zo zien. Ja, Christus zegt, hier ben ik, mijn lichaam, dat wordt nu geofferd en daar heeft God een welbehagen in. Ja, wie hadden de offers, de stieren en de bokken, voor wie was die offerdienst gemaakt? Voor het volk Israël. Ja, en God had geen welbehagen in die offers, maar waar heeft hij wel een behagen in? In zijn zoon, in dat offer. Dus om alles in Christus terug te brengen, God heeft een welbehagen gehad in de wil, in zijn plan uit te voeren, in zijn zoon, voor het volk Israël en uiteindelijk voor de hele wereld, in dat offer van zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Dan spreken we over in Christus te brengen dat wat op aarde is. God heeft een welbehagen, ja, om alles in Christus te brengen. En dat doet hij via zijn zoon. En hier lezen wij dat voor het volk Israël, hij had geen behagen in die brandoffers. Maar dan komt Christus, zijn zoon, en die offert zijn eigen lichaam op. En in dat offer heeft hij wel een welbehagen. En zo kan hij zijn plan ten uitvoer brengen, waar hij een welbehagen in heeft, om alles ook in zijn zoon, onder zijn autoriteit op aarde te brengen. Maar dat is plan A, zeg maar. Plan B, 1 Korinthe 1 vers 21. Ja, en dat is waar Paulus in feite over spreekt, dat hij heeft een behagen om, dat hij Paulus geroepen heeft om zijn zoon in Paulus te openbaren. Ja? En 1 Korinthe 1 vers 21. Want na de maal, hè, dat betekent ook aangezien. 1 Korinthe 1 vers 21. Aangezien in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, door hun eigen wijsheid, heeft de mensheid God niet gekend. Zo heeft het Godenkijk behaagd door de dwaasheid de prediking zalig te maken die geloven. Dus nu spreken we over plan B. Ja? Via de apostel Paulus. Christus in Paulus geopenbaard. Ja? En Paulus zegt, ik ga hem aan de heidenen verkondigen. En de heidenen zullen ook aan mij zien wat het is. Ja? Christus in mij. En hij predikt dwaasheid. En dat is de prediking van het kruis. Prediking van Jezus Christus naar de verborgenheid. Zoals Paulus het heeft geopenbaard gekregen van de Heer Jezus Christus persoonlijk. Ja? Niet een openbaring over Christus, maar een openbaring van hem. Aangezicht tot aangezicht heeft hij gesproken met Christus. En het is de behagen van God dat nu dat kruis, zoals Paulus hem verkondigt, aan de wereld te verkondigen. Zalig te maken die geloven. Zodat mensen zalig gemaakt worden als ze het geloven. Nou, we weten, op een gegeven moment als de Heer Jezus op aarde is, je leest een paar keer in de evangelie, dan hoort een stem uit de hemel, dit is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Hoort hem. Dus Israël moest naar hem luisteren. God heeft in zijn zoon welbehagen. Dus als jij naar zijn zoon luistert, doet wat hij zegt, heeft hij welbehagen in jou. En zo is het voor ons nu ook, ja, in onze wandel. Wij zijn in Christus volmaakt, wij zijn geaccepteerd, begenadigd in de geliefde. Ja, zijn geliefde zoon, in hem heeft hij welbehagen. Dus hij heeft ook in mij welbehagen, ik ben in Christus. Maar nu Paulus zegt, het heeft God behaagd om mij te roepen, zijn zoon in mij openbaar te maken. Ja, zie je, kijk, en dan komen we in Galaten 1 vers 16 weer, zijn zoon in mij te openbaren, dat heeft hem behaagd, opdat Paulus Christus door het evangelie onder de heidenen zou gaan verkondigen.
Daarom is Paulus geroepen naast die 12. Want Paulus, die gaat het evangelie aan de heidenen verkondigen. De apostelen zouden dat eenmaal ook gedaan hebben. Als Israël natuurlijk het aanvaard had. Als dat was gebeurd, eerst Jeruzalem, Judea, Samaria en dan de heidenen. Nou, als Israël het gedaan had, nou, dan zijn de heidenen gegaan. We weten, dat is allemaal toekomst nog. Maar dat heeft alles te maken met het welwagen van God om alles op aarde in Christus te brengen. Maar dat plan, dat is nu niet zo. Wij zitten in dat andere plan, plan B, dat hij gaat in Christus alles brengen wat in de hemel is. En dat gebeurt niet via die 12, dat gebeurt via de apostel Paulus. En dat wilde hij hier aan hun duidelijk maken, aan die gelaten. Jullie gaan naar de wet, maar dat is helemaal niet van ons. Wij zijn onder de boodschap van genade. In de bedeling der genade met het evangelie van Gods genade. En dat is, Paulus gaat nu rechtstreeks met het evangelie. En dat klinkt ongelooflijk, zeker in de ogen van een Jood. Dat een Jood nu, naar die zondaren uit de heidenen het evangelie gaat verkondigen. Die afgodendienaars. Zonder ons, wij het uitverkoren volk, wij de besnedenen, wij met de wet. En die Paulus, ja, het heeft God behaagd om hem te roepen. Want hij is het instrument voor ons heidenen. In verband met dat plan B. En Paulus zegt, om hem door het evangelie te gaan verkondigen onder de heidenen. Welk evangelie? Evangelie van Gods genade, zei ik al. Maar kijk even in Efeze 3, vers 6... Het evangelie. Nou, we hebben het al een keer het onderwerp gehad. Over welke evangelieën zijn er? Er zijn diverse evangelieën, tot verbazing van heel veel mensen. Ja, dat er meer dan één evangelie in de Bijbel is. Maar dat is zo. Het evangelie van het koninkrijk. En Paulus spreekt over het evangelie van Gods genade. En in Efeze 3, vers 6, dan spreekt hij over, namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn belofte. Dus de beloftenissen van God, daar delen de heidenen zomaar in mee helemaal. Dat is ongehoord. Nee, God en dan de Messias en dan Israël en dan komen de heidenen. Die staan wel onderaan de ladder hoor. Nee. Ze zijn mede-erfgenamen. Voorheen was Israël natuurlijk de enige erfgenaam. En van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn belofte. In Christus, door het evangelie, daar heb je het, door het evangelie. Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, naar de werking zijner macht, de gave die aan hem gegeven is, ja, gave der genade, zijn apostelschap, mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Ha, daar zien we het verschil met het evangelie wat Paulus verkondigt en die 12. Want Paulus spreekt over iets dat is onnaspeurlijk. Onnaspeurlijk. Verborgen van voor de grondlegging in de wereld. Pas aan hem geopenbaard. Dus je kan Christus dus niet opzoeken. Onnaspeuren. Hè? Je kunt iets opsporen. Speuren. Naspeuren. Onderzoeken. Zoeken in de Bijbel. Dus je zegt eigenlijk, Jan. Je kan, of Paulus. Je kan dus Christus niet vinden voordat Paulus verscheen. Ja, dat is precies wat er staat. Want dat heeft ook met het andere plan te maken. En dat is het evangelie wat afwijkt. Het is een evangelie wat over Christus gaat. Ja, zeker. Apostelen spreken ook allemaal over Christus. Maar toch is het een Christus die onnaspeurlijk is. Dus kan je hem niet vinden dan? Ja, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Ja, of dat soort dingen. Maar Christus is wel te speuren. We kunnen hem zeker vinden. Dan moet je bij de apostel Paulus zijn. Dat bedoelt hij. Onnaspeurlijk wil zeggen, natuurlijk kunnen wij Christus vinden, de hele Bijbel gaat over Christus. Maar we kunnen hem niet naspeuren in de evangelie, terwijl hij daar toch rondloopt. Dat is een beetje raar, als je dat zegt. Hoe kan je dan zeggen, Paulus, onnaspeurlijk? Ja, maar goed, Christus is aan mij verschenen.
en heeft iets over, heeft over zichzelf dingen geopenbaard, die heeft hij aan niemand geopenbaard. Ook aan de apostelen niet. Toch Christus heeft zichzelf ook aan de apostelen geopenbaard. Zeker. Maar hoe? Als de Messias voor het volk Israël, de toekomende koning, om hun te verlossen van hun vijanden. Zacharia, hè? Het is binnenkort Kerstmis. Nou, dan weet je de tekst van Zacharia die in de tempel, en de vader van Johannes. En dan krijg je, nou, Lucas 1, 2, 3. Ja? En die dacht aan verlossing van onze vijanden. En dat wij hem zullen dienen zonder vrees. Eindelijk Israël, wij hebben een zoon en een eigen koninkrijk. Geen, we zijn niet meer onder het juk. We worden niet meer vervolgd. Wat tot de huidige dag nog steeds gebeurt. We zullen hem kunnen dienen zonder vrees. In ons eigen koninkrijk. Hij zal ons beschermen. Ja, dat is Christus zoals de apostelen hebben leren kennen. En geleerd wordt. Maar Paulus zegt, nee, ik praat wel over dezelfde Christus. Ik heb ook goed nieuws over Christus, maar die ga je niet daarop zoeken. Die ik verkondig, is alleen bij mij te vinden. Dat komt, het is Christus. Dan praten we over het hoofd van het lichaam, ja, die ons hoofd is en die in de hemelen ook zijn autoriteit gaat vestigen. Niet zomaar van, hij gaat even oorlog voeren, hij gooit alles eruit en dan is hij daar de baas. Nee, daar gebruikt hij ons voor. Wij, het lichaam van Christus, schakelt hij in. En wij verkondigen dit evangelie. En de mensen, iedereen die gelovig wordt, is geplaatst in het lichaam van Christus. En zit in dat leger, zeg maar, wat zometeen daar gaat regeren. En dat is alleen aan hem geopenbaard. En Paulus zegt dan ook in Galaten 1. Oké. Dus dat is het evangelie. En het is Christus, God heeft zijn zoon in mij geopenbaard. Ja? En dat ik hem door het evangelie in de heidenen zou verkondigen. En Paulus zegt in 1 Timotheüs 1 vers 15 en 16 dat hij was de voornaamste der zondaren. Dat is het grote verschil ook met de apostelen. Ik de voornaamste der zondaren, ja? We hebben dit vers vaak gelezen, maar nu even in dit verband, met dit in ons hoofd. Ja, als je zegt in 1 Timotheüs 1 vers 15, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken van welke ik de voornaamste ben, de voornaamste de zondaren, de leider in de opstand tegen de Christus die de apostelen verkondigden. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld, degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Ja, als Paulus zegt, Christus zijn zoon in mij te openbaren. Niet alleen door mij, maar in mij, dan zegt dat wel heel wat. Hoor. Want Paulus was de voornaamste der zondaren. En als je kijkt naar de apostelen, nou, Christus zegt, volg mij. Volg mij. En dan gingen ze achter hem aan. Er was er niet één een vijand op dat moment. De grootste de zondaren, niet één. Tuurlijk, ze waren zondige mensen, net zoals wij. Maar wie van de apostelen, waar onderscheidt Paulus zich nou zo in met die 12 apostelen? Omdat hij de grootste de zondaren was. En daarom zo voor God, door God gebruikt kon worden als het instrument van Gods genade. Hij had de zonde tegen de Heilige Geest met zijn volk begaan. Redding was eigenlijk onmogelijk. Maar God heeft een ander plan geïntroduceerd. Waardoor nu individuen gered kunnen worden. Met dit evangelie. En Paulus was eigenlijk totaal niet gekwalificeerd ervoor. Hij verdiende maar één ding. De poel de zuurs. En hij is gered. Zijn zoon in Paulus te openbaren. Dat is een geweldig getuigenis van zijn genade. Wat de 12 discipelen absoluut niet konden zeggen. He, dat is, Christus was zonder zonde. Willen wij Christus volgen? Ga maar proberen zoals hij op aarde liep. Dat lukt je niet. Hij was zonder zonde. En daarom kon hij ook aan het kruis geslagen worden. Om onze zonde te boeten. Maar de 12 apostelen. Ja, daar wel, die moeten we ook niet volgen. Want Christus is nu in Paulus geopenbaard. En hem moeten wij volgen. En hij verkondigt dat evangelie.
van de verborgenheid. En hij zegt ook, ik ben terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Nou, ik heb het al een keertje gezegd, geloof ik. Maar in Matthäus 16, vers 18 zegt de Heer Jezus, wie zeggen jullie dat ik ben tegen de apostelen? Nou, dan zeggen ze Elia en dan zegt die en die. Of Johannes de Doper. En dan zeggen, maar, dat zeggen de mensen. Wie zeggen jullie dat ik ben? En Petrus, haantje de voorste gelijk. Gij zijt de Christus, gij zijt de Christus. Wie vult me aan? Toch, ja, de Zoon van de levende God. En dan zegt de Heer Jezus dan? Dat heeft de Vader jou geopenbaard. Ja? Dus aan Petrus geeft hij de autoriteit. Dan zegt hij ook, ik geef je de sleutels. Dus aan Petrus was geopenbaard, Christus de Zoon van God. En Christus geeft hem ook de autoriteit als hoofd van de apostelen zijnde. Nou, we zitten in Galaten 2. En kijk, of in Galaten 2, vers 8. Wat zegt Petrus dan, Paulus dan over die Petrus? Want die in Petrus krachtelijk wrocht tot apostelschap der besnijdenis. Hij is het hoofd. 2 vers 8. Daar zegt hij van, die vrocht ook krachtiglijk in mij onder de heidenen. Met andere woorden, Petrus is wel die apostel van de besnijdenis. Hij is het hoofd van die apostelen. En de geest werkt ook in hem. Maar op hetzelfde niveau werkt hij nu in mij als de apostel van de heidenen. Ik ben geen niets en ook niet minder dan die andere apostelen. Sterker nog, in het volgende vers zie je dat ze hem de hand geven. En dat ze tot erkenning komen dat hun apostelschap op heel maanden niet meer toe doet. Dat het afgelopen is. En dat het nu alleen maar de apostel Paulus is. In verband met dat plan B wat God heeft. Hun plan, dat is, staat stil. En Petrus gaat het niet meer meemaken. En Johannes ook niet. Niemand niet. Ja, ze zullen eenmaal opstaan uit de dood en dan. Maar toen, voordat Paulus kwam, waren ze zich daar niet van bewust. Petrus met Pinkster ging het verkondigen en hij dacht, nou nog even en het gaat gebeuren. En dan is het koninkrijk er met de Messias, dan gaan we zo het koninkrijk in. Dat is ook logisch dat hij dacht, de Messias was toch gekomen? Het is niet gebeurd. De reden is omdat wij hier zitten. Nog steeds, het lichaam van Christus, een ander plan, plan B, met de apostel Paulus begonnen. En om dat te bewijzen, omdat het is voor veel mensen moeilijk te begrijpen. En voor Petrus natuurlijk ook. En er zijn er mensen die zijn naar de Galaten gegaan. Die willen ze weer terug naar het andere programma hebben. Ja, je moet je besnijden, je moet dit, je moet dat en dat en dat. En de wet. En Paulus komt dit geweer. Hij zei, ja, maar wacht even. Die apostelen wisten er ook helemaal niks van. Ik ben ook niet te raden gegaan met vlees en bloed. Om te laten zien dat hij het gehoord heeft. Niet van vlees en bloed. Dus niet van mensen, want wij zijn vlees en bloed. Paulus zegt, ik ben niet. Wat is te raden gaan? Nou, dat is de vraag. Als je bij iemand te raden wil gaan. Help me even, vertel het even. Dat is toch te raden gaan? Geef me even informatie. Dat is te raden gaan. Ik weet iets niet. Jij moet het me vertellen. Ik heb advies nodig. Ik heb informatie nodig. Paulus zegt, nee. Nee, toen hij mij, vers 15, afgezonderd heeft en geroepen op weg naar Damascus, ben ik dus niet te raden gegaan met vlees en bloed. En er zaten daar gelovigen in Damascus. Hij had zo naar ze daarheen kunnen gaan. Ananias, die legde hem de handen op. En hij zegt, broeder, word wederziende. En Paulus had zijn ogen open kunnen doen en zeggen, waar ben ik beland? Ananias, vertel het me. Hoe zit het? Wat is hier aan de hand? Nee, dat heeft hij niet gedaan. Hij moest helemaal niet bij Ananias zijn. Hij is weggegaan. Kijk, wat staat daar? Ik ben niet, in vers 17, ik ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem. Dus hij was op weg naar Damascus. Onderweg werd hij geroepen. Toen was hij blind. Hij gaat door naar Damascus. En daar zitten dus koninkrijksgelovigen. En Ananias, die wordt erop uitgestuurd. Die zegt, ja, naar Paulus, u weet toch wat hij gedaan heeft? Nee, ga. En Paulus wordt ziende. En wat zegt Paulus? Toen hij daar zat in Damascus, je zou toch denken, nou dan ga je toch naar je broeders in het vlees, maar ook nog eens een keer, dat zijn die de mensen. Hij was ook gelovig geworden. Hij wist ook nog niets. Niet alles. Maar hij had al dingen gehoord, hè? In Handelingen 26. En dan zie je, nee, hij gaat niet terug naar Jeruzalem. Hij gaat ook niet in Damascus bij vlees en bloed te raden. Nee, kijk, tot degene die voor mij apostelen waren. Maar ik ging heen naar Arabië
en keerde weder naar Damascus. Dus wat gebeurde er? Op weg naar Damascus wordt hij geroepen. Dan gaat hij naar Damascus toe. Dan zit hij dan. 3 dagen, eten, drinkt hij niet. Wordt hij ziende. En dan gaat hij door naar Arabië. En dan staat hij hier. En dan gaat hij weer terug naar Damascus. En dan, na 3 jaren, dan komt hij pas weer in Jeruzalem. 3 jaar, vanaf dat hij naar Damascus ging, heeft er tussen gezeten voordat hij weer terugkwam in Jeruzalem. Dat zegt hij niet voor niks. Om te laten zien, de apostelen, ik heb ze helemaal niet gesproken. Ik heb ze niet gezien. Ik heb het niet van hun. Kan helemaal niet. Ik heb ze kennen mij niet eens. Ja, van de vervolging. Maar persoonlijk, wij kennen elkaar helemaal niet. Dus als hij bij Petrus komt in vers 18, om Petrus te bezoeken, bleef hij 15 dagen. Nou, dan hebben ze kennis moeten maken, want ze kenden elkaar niet. Dat komt hier duidelijk naar voren. En Paulus ging naar Arabië. Nou, kijk, als je in 4 vers... vers 25. Want dit, namelijk Hagar, kijk, en dan zegt hij, Sinaï, een berg in Arabië. Dus ik geloof dat hij ook naar Arabië gegaan is, naar die berg. Dat is best een reis trouwens, hè? Je zegt dat zo, maar als je over nadenkt, Damascus daar, maar de Sinaï, als je naar de kaart van Israël kijkt, is daar. Ik geloof dat hij daarheen gegaan is. Maar wie was er ook? Wie was er ook op de berg in Arabië, in de Sinaï? Mozes. Wat heeft Mozes daar gedaan? 40 dagen en nachten heeft hij een openbaring gekregen. De wet en alles heeft hij gekregen. Ik geloof met mijn hart dat Paulus daar naar heen gegaan is. En wat heeft hij geopenbaard gekregen? Verdere openbaring over de verborgenheid. Want hij wist natuurlijk ook niks. Dat staat allemaal hier in dat vers. Dus als je even kijkt naar handelingen... Nee, hou je vinger hierbij, hè? Dit vers, ja. Dat hij zegt, ik ben terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Ik ben niet teruggegaan naar Jeruzalem. Wat gebeurde er? Een tijdje geleden heb ik die vers ook even aangestipt in Handelingen 9. Handelingen 9. Vers 19. Daar heb ik het net over gehad. Hij is dus in Damascus nu en als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. En hij predikte terstond Christus. Nou, als we gelaten erbij nemen, zegt, wacht even, dat kan niet. Hij zegt, ik ben niet terstond te raden gaan bij vlees en bloed. Ik ben naar Arabië gegaan. Dus in vers 19 zien we, hij werd versterkt. En dan zie je dat hij sommige dagen bij de discipelen waren. Ja, wat is dat? Dat is die 3 jaar. En toen is hij terug naar Jeruzalem gegaan. Je ziet in dit vers dus, voordat hij sommige dagen bij de discipelen bij Damascus waren, dat is vlees en bloed. En Paulus zegt, ik ben niet te raden gegaan met vlees en bloed. Ik ben naar Arabië gegaan. Dus in dit vers, achter versterkt, zie ik Galaten 1 vers 16 en 17 staan. Hij werd ziende en hij is naar de berg in Arabië gegaan. En toen is hij teruggekeerd. En toen zie je, is hij sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren geweest. En heeft hij terstond Christus gepredikt. En sommige dagen, er zijn teksten in de Bijbel, als je die kijkt, sommige dagen, vele dagen, dat is niet zomaar soms 3, 4 dagen. In de Bijbel heb je een aantal teksten, dan zie je sommige dagen, en dan blijkt het bijvoorbeeld 10 dagen of een jaar te zijn of langer. Dat wil niet altijd zeggen dat dat 3, 4 dagen is of zo. Nee, want wij weten ook dat Paulus is pas na 3 jaar teruggekomen in Damascus. Dus die sommige dagen dat hij daar was, heeft 3 jaar in totaliteit geduurd voordat hij terug naar Jeruzalem ging en dat hij daar Petrus ontmoette. Schrift met schrift vergelijken. Ja? Nou, en als je kijkt in Handelingen 9... Even kijken hoor. Oh ja, we hebben net gelezen dat hij ging naar Petrus en dan was hij 15 dagen. Dus hij gaat terug naar Damascus of naar Jeruzalem na die 3 jaar en dan is hij 15 dagen bij Petrus. Nou, als je dit even leest, hè, in zijn verband en we gaan naar Handelingen 9 vers 26. Kijk, Saulus nu te Jeruzalem gekomen, dat is naar Damascus. Dus na die 3 jaar is hij in Jeruzalem. En poogde zich bij de discipelen te voegen. Maar ze vreesden hem allen,
niet gelovende dat hij een discipel was. Ja, dat kon ik me wel voorstellen. En weet je, ik heb er zelf ook zoiets meegemaakt. Want ik was natuurlijk ook eenmaal gelovig geworden. En ik was vol vuur en vlam ervoor. Maar ik had helaas een vrouw die daar helemaal niet zo blij mee was. Dus zij hadden daar nogal eens wat oneenigheid over. En dat was, dat scheelde niet veel of we hadden misschien hier niet meer gezeten samen. Dus er was vijandschap vanwege het evangelie. En toen kwam Paulus tot geloof. En ze zegt s'avonds, ik heb ook de stap gezet. En ik geloofde het niet. Ik kon me niet voorstellen. Ik denk, wat? Nee, dat kon ik me gewoon niet voorstellen. Schandaal achteraf. Maar goed, ik geloofde het gewoon niet vanwege dat ik dacht, ja, ze wou helemaal niks met geloof te maken hebben. Nou, een beetje in dat opzicht. Paulus heeft ze allemaal vervolgd. En dan komt hij opeens, ja, hier ben ik. En die zeggen, ja, wacht even, ze vreesden hem. Niet gelovende dat hij een discipel was. Ze konden het gewoon niet geloven. Maar Barnabas, hem tot zich nemende, leidde hem tot de apostelen en verhaalde hun hoe hij op de weg de Heere gezien had. En dat hij hem tot hem gesproken had en hoe hij te Damascus vrijmoediglijk gesproken had in de naam van Jezus. Hier zie je dus dat Barnabas hem tot de apostelen leidt. En we weten hier, uit Galaten, Paulus is daar 15 dagen gebleven bij de apostel, bij Petrus. En ik zei het al, ze kenden elkaar niet, maar kijk, hij is dus nu in Jeruzalem. Ja? Hij is daar 15 dagen. En als je kijkt, in vers 29, hij handelde met de Griekse Joden en deze trachtte hem te doden. En Paulus die gaat door, die wil doorgaan en de broeders, dit verstaande, geleidden hem tot Caesarea en zonden hem af naar Tarsus. Dus die hebben hem afgevoerd. En Paulus heeft zich laten afvoeren, want eerst wou die namelijk helemaal niet. Want kijk, als we naar Handelingen 21 gaan. 22. Dat is in dezelfde tijd. 22 vers 17. Daar staat. Kijk, in vers 16 spreekt hij over dat hij bij Ananias is nog. En dan zegt hij in vers 17, en het gebeurde mij als ik te Jeruzalem wedergekeerd was. Dan spreekt hij over die 3 jaar daarna. Hij is in Damascus geweest. Handelingen 22 vers 16, dan spreekt hij over Ananias. He, die doopt hem en die zegt tegen hem, laat u dopen en uw zonde afwassen. Aanroepen de naam des Heren, dat is bij Ananias in Damascus. Nou, en dan zie je, en het gebeurde mij toen ik te Jeruzalem wedergekeerd was. Nou, dat is na die 3 jaar. Hij slaat hier een stukje over, want het is niet van belang nu. Na 3 jaar ben ik terug in Jeruzalem. Dan ziet hij Petrus. Ja, hij staat 15 dagen. Maar hij is ook, kijk, hij was ook in de tempel. En dat ik in een vertrekking van zinnen was. Dus hij had een visioen. En dat ik hem zag. En hij tot mij zeide, spoed u en ga inderhaast uit Jeruzalem. Want zij zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. Paulus, stop er maar mee. Nou, je ziet, de Griekse Joden proberen hem ook te doden. Ze nemen het niet aan, Paulus. De Heere moet ingrijpen. En dan zegt hij nog, Heere, zij weten dat ik in de gevangenis wierp en in de synagoge geeselde die in u geloofde. En toen het bloed van Stefanus uw getuige vergoten werd, dat ik daar ook bij stond en mede en welbehagen had in zijn dood. En de klederen bewaarden degene die hem doodde. En hij zeide tot mij, ga heen. Want ik zal u ver tot de heidenen afzenden. Paulus, wegwezen daar. En ik denk zelf dat Paulus nog niet erg hard liep. Want we lezen in Handelingen 9 dat de discipelen hebben hem uiteindelijk, toen ze dat hoorden, hebben ze hem toch weggeleid. Paulus, kom op jongen, weg. Dat lees ook dat hij naar Handelingen 15, naar de conferentie in Jeruzalem moet gaan. Want in Handelingen lees je helemaal niet dat hij erheen wil. Hij ging uiteindelijk wel, maar in Galaten 2 zie je dat hij ging door een openbaring. Dus Christus heeft toen gezegd, Paulus, jij gaat nu naar Jeruzalem toe. Hier ook, hier zie je. Je ziet eigenlijk alleen het antwoord dat Christus zegt, ik zal u ver tot de heiden afzenden. Maar in Handelingen 9 lees je dan dat de discipelen hem uiteindelijk bij de hand nemen en naar Caesarea brengen. En dan komt hij uiteindelijk in Cilicië verder terecht. En dan zie je ook, zij hoorden hem nu, de Joden, tot dit woord toe. En zij verhieven hun stem zeggende, weg van de aarde met zulk één, want het is niet behoorlijk dat hij leeft. Over wie zeiden ze dat ook?
over de Heer Jezus Christus. Pech ermee. Ja? En hier zie je toch duidelijk de val van het volk Israël. Absoluut. Dat kan je toch niet ontkennen. Israël is duidelijk gevallen. Hier wordt geen koninkrijksevangelie verkondigd. We gaan naar handelingen, Gelaten 1 vers 19. Ik stop. Gelaten 1 vers 19. En ik zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. Ja, daar wil ik nog volgende keer wat over zeggen. Want je ziet, Jacobus wordt hier een apostel genoemd. Hé, en het is de broeder des Heren. En hij schrijft zijn eigen brieven, we zijn in Jacobus bezig. En ik zeg altijd, hij introduceert zichzelf niet als een apostel, maar als een dienstknecht. En die noemt hij, wordt hij een apostel genoemd. Maar daar gaan we volgende keer over hebben in vers 20. Hetgeen nu ik u schrijf, zie ik getuigd voor God dat ik niet lieg. Dat is bijzonder, waarom zegt hij dat? Paulus haalt er een eed bij. Hij haalt God erbij om te laten zien. Terwijl hij ook, haalt ook, als hij naar de mensen ging, had hij ook teken en wonderen. Dat was ook een bewijs dat hij namens God sprak. Maar nu naar die gelaat schrijft hij een brief. Ja, dan zie je geen teken en wonderen. Haalt hij een eed erbij om te laten zien hoe belangrijk het is dat hij de waarheid spreekt in verband met de versen die we ervoor zien staan, vers 11 en 12. Ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie van mij, dat welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Ik heb het ook niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. En ik heb Petrus 3 jaar, ik ken hem helemaal niet. Ik kwam tot bekering en het heeft 3 jaar geduurd. Daarvoor heb ik gepredikt en het heeft 3 jaar geduurd voordat ik terug in Jeruzalem was. Ik heb ze al die tijd niet gezien, niemand van die apostelen. Dus ik heb het niet van hun gehoord, dat kan ook niet. Ik getuig voor God dat ik niet lieg. Zo belangrijk. Nou, dat kunnen wij ook wel eens zeggen. Ja? Als mensen met de evangelie komen. Ah, joh, maar het is toch hetzelfde. Ik getuig voor God dat ik niet lieg, hoor. Ik zeg wel eens, met de hand op de Bijbel. Zeg ik dat. Dat is zo hetzelfde. En dat is Paulus ook. En weet je, er is niet één andere apostel in de Bijbel die dat doet. Zoek hem maar op. Ik weet, er is er niet één, hoor. Die dat zegt. Nee, maar dat hoeft ook niet, want er was maar één evangelie. Ja, dat was het programma van God. En er is nu een ander programma. En de Satan zit niet stil. En die probeert ons allemaal terug te brengen, weg te brengen van dit evangelie. Dus Paulus moet zelfs een eten bijhalen. Denk erom, dit is de waarheid. Voor jullie in deze bedenkende genade. En voor ons. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u alles, Vader, wat u voor ons gedaan hebt. En we danken u ook voor, Vader, dat we zo'n heerlijk evangelie hebben. Dat geeft ons zekerheid en blijdschap. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, laten we nog een lied zingen met elkaar. Yes, you do.